Remco, je hebt er 1 jaar TVM op zitten. Hoe sta je er nu voor? Nou, ik voel me in ieder geval heel fit. En dat was wat afgelopen winter wel eens aan schotten. En ja, ik denk dat ik er heel wat beter voor sta dan afgelopen seizoen. Je hebt net een operatie achter de rug. Heeft dat parten gespeeld het afgelopen seizoen? Ik weet niet, misschien wel. Ik heb mijn blinde darm is 2 weken geleden verwijderd. En die was dus ontstoken. En misschien heb ik daar wel last van gehad in het seizoen, dat weten we niet. Maar in ieder geval, nu ziet het eruit en ik voel me weer fit. Dus kunnen we tegenaan. Ja, je traint al volop mee. Ik zag je gisteren op de fiets. Je was een van de beste. Is dat wel verantwoord na 14 dagen na zo'n operatie? Ja, de chirurg die mij heeft geopereerd, die zei van dat ik, als ik geen pijn voelde, dat ik alles weg kon doen. En ik heb de eerste week thuis heb ik echt rustig aangedaan. En in dat weekend zijn we hier naartoe gegaan en eigenlijk de eerste paar dagen een beetje aangepast getraind. En vanaf afgelopen week weer bijna het hele schema weer meegedraaid. Dus gaat goed. Wat voor klachten had je? Ja, ik dacht eerst dat ik, want ik was op mijn pedaal geschoten op met fietsen. Dus ik dacht dat het een buikspier was aan de rechterkant. Wordt het een stekende pijn. En, maar 's nachts ook koorts erbij en overgeven. Dus dat waren wel de klachten voor een blinde darmontsteking. En ik was sowieso al de hele tijd moe en zo, dus misschien heeft dat meegespeeld. Maar in ieder geval de acute klachten waren toen pijn in de onderbuik. Jij bent een beetje verliefd op Mallorca, want een maand geleden was je hier ook al. Ja, dat klopt. Toen was ik hier met Sven en Ingmar Berga. Hebben we al een beetje voorbereiding gedaan op dit kamp. En ja, het is gewoon prachtig trainen hier, super. En de bergen? Ja, die hebben we gisteren een beetje gepakt. Vandaag even rustig uitfietsen.